Sven Radske, een groot applaus. Pirate Jenny. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das Olympic Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. De laatste keer dat we elkaar spraken was voorbij een jaar geleden. Toen belde ik jou vanwege de Zonnebeek Theater Avenue. En heb je ontzettend veel verschillende dingen gedaan afgelopen jaar. Kun je daar eens over vertellen? Vorig jaar hebben we een late night show in De La Mar gedaan met allemaal beroemde mensen. En er was Frank Boeien ook een keer. Dat is heel erg gezellig. Die had toen zijn arm gekneusd. En die leek een beetje zo op de Godfather. En toen zijn we nog in New York geweest. En in Mexico inderdaad net. En ik heb de Trijk Russian Blues gedaan. Dat heb ik hier ook in Nijmegen. Ik weet niet of iemand dat gezien heeft in Lindenberg. Oh. Ja, dat is voor het publiek. Ik denk, nou, als het gratis is, dan komen we nooit een kaartje gekocht. En het zwemmen komen 100 gegen Mittag aan land. En die werden in den Schatten treten. En die fangen einen jeglicher vor jeglicher Tür. Und sie legen ihn in Ketten und sie bringen ihn von mir. Nee, dat was een hele mooie productie met een operazangeres, Claire McFadden. Het is echt een fenomenale persoon en zangeres. En met Velofsky in de band en die pianist die dus nu er nog niet is. En Tatjana Koleva en een bassist. En dat was... heel bijzonder om te doen, nou, dat was allemaal muziek van Kurt Weill, waar ik natuurlijk ooit mee begonnen ben. Nu doe ik ook weer een solo show en een show met La Ten Damme, of Ellen Ten Damme, zoals ze in de volksmond heet. En daar gaan we ook mee in theater in. Dus we zijn daar nu mee op de parade. En daarna sta ik dus vanavond bijvoorbeeld solo, zijn nog kaartjes, op Havana. Welt entschwinde mit. Gepensioneerd inderdaad, ik dacht het al. Maar u heeft vroeger iets anders gedaan natuurlijk dan gepensioneerd. Wat was dat? Mag dat weten? Kinderchirurg. Oké. Okay. Dus dan moest u altijd bepaalde uniformen, laten we maar zeggen, aan hebben. En u moest zich ook een beetje binnen de lijnen gedragen, toch? U kon niet zomaar zo'n zuster zo... Survive this queen down. Give it to me. Survive this queen down. Give it to me. Survive this. Et moi, je veux mes un golo. Wat staat er voor komend jaar op het programma? Wat ben je nu voor nieuwe show aan het ontwikkelen? Nou, wij gaan deze winter met een kerstshow in Nederland spelen. Alleen in de maand december en dan in Nijmegen sta ik 2 dagen in het nieuwe jaar. Volgens mij 4 en 5 januari. Dus echt net naar oud en nieuw. En dat is dan eigenlijk een soort nieuwjaarsspecial. En daarmee rond ik dan een tour ook af in Nederland. En in februari gaan we met Ellen ten Damme om de tour. En dan doen we nog in... ja, tussendoor spelen we in heel veel landen ook nog. Dus tot december, zeg maar. En we doen ook nog een late night show in de Schouwburg in Utrecht. En nou ja, dat soort dingen. Allemaal heel veel dus. Ik überleef.